Als Willy Lagers hoort van de deal in Zaandam, wordt hij weer boos. Vooral omdat zijn bevel is genegeerd. Er moeten en zullen mensen gefusilleerd worden. Hij komt er 3 dagen later persoonlijk voor terug, met 10 gevangenen uit de Amsterdamse gevangenis Weteringschans. Christine de Wit is dan 11. Ze is net bij haar oma op bezoek op de Prins Hendrikkade in Zaandam. Achter dat raam daar, daar stond ik met mijn oma. En ik zag hier de auto, de klep deden ze open, of die ging naar beneden eigenlijk. En toen werden de mannen uit de auto getrokken. Ze zaten allemaal vast met kettingen aan hun voeten. En op 1 rij werden ze neergezet en toen werd er geschoten. En dat ging in een rap tempo. Ze waren amper allemaal neergeknald en ze werden weer terug in de auto gesleept. En de toestand die werd met stro weggeveegd en de auto verdween ook weer. Het ging heel snel. Dat moet een minuut of 4 geweest zijn. En zo eindigt de razzia op de Burcht toch nog in een groot drama. Het zijn geen Zaankanters die hier gefusilleerd zijn, zoals aanvankelijk de bedoeling. De mannen die hier op 9 februari 1945 zijn vermoord, werkten vrijwel allemaal voor het dagblad Trouw. Ja, dat ergens denk ik dan. Wij zijn gespaard, maar zij moesten wel hun leven geven. Zo denk ik er op het ogenblik over, hè? Ja? Ja, denk ik wel.